ga vandaag maken Coquille Saint-Jacques au Noyepra. Noyepra is een vermoed, Franse vermoed. En die wordt gemaakt bij de Pyreneeën. En als die klaar is, wordt die gebotteld in cementen vaten. Beton, zeg maar. En dan laat ze gewoon een jaar liggen in de zon, buiten, op de kade. En daarna is het voor een stuk verdampt. En dan heb je de beroemde droge vermoed uit Frankrijk, de Noyepra. En waarom is die zo fijn om mee te koken? Omdat er 22 kruiden in zitten. Dus als ik deze gebruik als basis en ik laat hem indampen tot bijna siroop of miroir, spiegel, dan heb je dus al een basis met 22 kruiden waar zoveel smaak aan zit, dat je eigenlijk niks meer nodig hebt. Alleen moet je daar nog een saus van maken. En dit is toch een soort variatie op de beurre blanc. Dat is witte wijn met azijn, shallotten en boter. En dit is Noyepra met een heel klein beetje room en boter. En om iets lichter te maken, omdat dat toch wel zwaar is tegenwoordig, doe ik op het laatst een beetje magere kwark doorheen. Dat maakt het toch een beetje frisser en wat minder log. Coquille Saint-Jacques, of zoals Fransen zeggen noix de Saint-Jacques, want die coquille is natuurlijk de beroemde shell-schelp waar die in zit. Daar zijn natuurlijk verschillende soorten van. Het is natuurlijk aan te bevelen om altijd verse te hebben. En de verse zit dus in de schelp en dat is wel een heel gedoe om die schoon te maken. Bovendien, je hebt twee soorten. Je hebt de gesleepte, die in netten gevangen wordt. Maar als het dan stormt of veel wind is, dan zit daar veel zand in wat je er allemaal weer uit moet halen. En waar je natuurlijk ook je 8 euro per kilo voor betaalt. En dan heb je de gedoken, die worden stuk voor stuk uit zee geplukt. Die zijn top, dat zijn het mooiste wat er is. Die zijn heel vers. En ze worden gevangen onder andere op de Doggersbank. Je kunt natuurlijk ook gewoon de bevroren coquilles kopen met het corail eraan. Dus corail is het kuit, het rode spul. Maar dat is niet altijd de kwaliteit die je zoekt. Dan heb je ook verse uit Canada. Die zitten in plastic emmertjes. En die zijn redelijk, maar er zit wel een conserveermiddel bij door. Dat maakt voor het beroep een beetje minder aantrekkelijk om het te verwerken. En tegenwoordig heb je zeegevroorheid. Dat zijn de coquilles die gevangen worden, schoongemaakt en direct aan boord ingevroren. En die zijn eigenlijk op dit moment wel een heel mooi alternatief. Die heb ik dus ook. Coquilles zien er zo uit. Ja, het is wel een huishouddoekje, maar we hebben hem bij me thuis. Als je ze schoonmaakt, moet je ze altijd leggen in het ijswater. Daarna heel goed afdrogen en zo strak mogelijk tegen elkaar leggen in een doek. Zoals hier. Voor de garnering van de coquilles, als garnituur, doe ik gekarameliseerd witlof onder de coquilles. Dus dat is gebakken witlof. Daar komt een beetje suiker op. Dan gooi ik het om in de pan. Die suiker gaat dan karamelliseren en dan blus ik het af met een witte balsamico. En on top, bijvoorbeeld, doe ik een hele fijne julienne van roodlof. Ik ga nu beginnen met de Noyepra. Dit is de fles. Ik weet niet of ik reclame mag maken. Je gebruikt ongeveer 1 deciliter per persoon. Maar bij 2 personen gebruik je nog 2 deciliter of 1,5. Maar daarna ga je steeds minder gebruiken, want anders zou je voor 10 personen 1 liter moeten gebruiken. En dat is gewoon veel te veel, veel te veel. Dus ik gebruik nu, zeg maar, 2 deciliter. Dat zet ik op. Even wachten. Het is nog een ouderwets fornuis, hè? Ouderwets professioneel fornuis van de firma Molteni. Noemden ze vroeger de Rolls Royce onder de fornuizen. Staat nu op. Terwijl die op staat, blijf ik altijd in de buurt van de kachel. Want dat is eigenlijk het moeilijkste van het gerecht. Dat het uiteindelijk op 10 seconden hangt of het top is of dat je hem niet moet beginnen. Want als die door het zoete wat in het vermoed zit te ver komt, dan gaat het aanbranden. Maar ik leg dat nog wel uit terwijl we aan het werk zijn. Ik doe nu voor 2 personen. Dus 2 coquilles per persoon. Ga ik nu beginnen met het snijden van de witlof. Ik haal eerst de buitenste bladen eraf natuurlijk. De wortel. Ondertussen natuurlijk nauwlettend mijn basis in de gaten houden.
kunt al zien hoe weinig er van overblijft. Hè? Het gaat natuurlijk razendsnel dat indampen voor 2 of 3 personen. Belangrijk dat je erbij blijft staan dat het niet fout gaat. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Daarom zeggen ze in Frankrijk ook, als je sauché bent, dan saus staat, il faut rester collé au fourneau. Je moet dus aan het fornuis geplakt staan om alles in de gaten te houden. Heel klein beetje zout erop. Nu is het belangrijk hier te blijven staan, want nu over 10 seconden dan is het moment suprême aangebroken. Kijk, dit is er nog over van die 2 deciliter. Het mooiste is als je echt helemaal close to the edge durft te gaan, dan heb je het meeste smaak. Ja, nog een beetje room op. Laat ik even aan de kook brengen. Ondertussen mijn witlof. Een beetje suiker op. Niet te veel natuurlijk. Even wachten tot de suiker een beetje karamelliseert. En dan blus ik hem af met een heel klein beetje witte balsamico. Ja, ik koop dat altijd in een jerrycan, dat zit nu in een wijnfles. Maar het is witte azijn uit Modena. Ja, dus het zoetzuur effect. Als ik klaar zit, ik aan de kant. De beurre blanc, althans de reductie met de room is klaar. Kijk, en nu komt de truc om te monteren met boter. Want je ziet, het is maar een heel klein laagje. En je moet wel die boter opnemen, zodat hij niet gaat schiften. Dus het is ook een beetje gegoocheld met temperatuur. Hij mag dus absoluut niet meer koken, maar hij moet wel warm blijven. Dus daarom is het zo fijn als je zo'n fornuis hebt, dan kun je hem op de rand zetten. Het beste is boter, niet ijskoud, maar hij mag ook niet te zacht zijn. Het is echt wel, ja, wat ze ook wel noemen, een beurre en pommade. Dus je kunt er wel een beetje kneden, bij wijze van spreken. En nu klontje voor klontje roei je het erbij. En dan wacht je iedere keer tot het opgenomen is. Er is eigenlijk een soort stelregel van hoeveel moet er nou bij. Nou, de hoeveelheid waarmee je begonnen bent, met wat de vermoed betreft, daar moet je ook mee eindigen. Dus als je met 2 deciliter begonnen bent, moet je ook proberen 2 deciliter saus te maken. Maar je kunt natuurlijk af en toe even proeven van hoe je hem vindt. Dan kan het hebben. Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel boter zo'n heel klein beetje basis kan opnemen zonder dat het in de schift gaat en zonder dat het koud wordt. Proef ik hem nog even.
toch nog wat boter erbij. Sorry hoor, maar... Boter is nu eenmaal de beste smaak overbrengen die er is. En in mijn tijd, de 60's, toen kon er niet genoeg romen boter gebruikt worden in de keuken. En dat is natuurlijk nu allemaal een stuk minder geworden. Nu, omdat die toch wel heftig is qua smaak, maak hem iets lichter met een beetje magere kwark. Klinkt een beetje hypocriet als je zoveel boter gebruikt en dan ga je ineens magere kwark doen. Maar dat is gewoon, dat komt voort uit ervaring. Hoe krijg ik hem wat lichter? Nu ga ik even de roodlof snijden. Ik werkte in de 60 jaar in Zuid-Frankrijk in een drie sterren restaurant en dit was toen daar een van de signatuurgerechten. En daar was je zo beroemd mee dat er zelfs Amerikanen alleen al overkwamen vliegen om de coquilles te eten in Lousteau de Beaumanière. En ik was daar commis poissonnier associé, dus de vis en de sauzen. En daar maakte voor iedereen alle minuut. Dus we maakten geen pannetje van tevoren. En als je dan op zondag meer dan 100 man had, en je stonden ze twee aan die partij, dan moest je ogen overal van voren, van achteren, diagonaal hebben, om het in de gaten te houden allemaal. Nu ga ik de coquilles bakken. Dat doe ik op groot vuur, want dat is maar een paar seconden per kant. De coquilles komen natuurlijk uit de koeling, uit die doek. Maar die haal ik dus een beetje van tevoren uit. Dan maak ze nog goed droog. En dan een beetje zout erop en dan heel snel bakken. En dan is het eigenlijk klaar. Dus het is meer een gerecht wat concentratie vergt en geduld dan dat het heel moeilijk is. Ik doe een druppeltje olie in de pan, een druppeltje. Twee druppels. Kijk, het is bijna niks. Het is een filmpje. Beetje zout erop. Doe ze even schroeien. Ze hoeven namelijk niet gaar te worden. Ze mogen niet gaar worden. Want dan wordt het weer een schoenzolen. Kijk. Slechts op de karamelliseerde witlof. Dan napeer ik met de saus. Dan doe ik nu de julienne van roodlof. Doe ik even een beetje citroen op, want ik maak hem verder niet aan. Nou, dit is het. Waar je al niet beroemd mee kunt worden, hè? Maar zo gerecht. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1400 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.